Jens Naessens, 1-1 bij nieuwkomer KV Oostende. Ja, wat kan je kwijt over zo'n wedstrijd? Het was zeker geen gemakkelijke wedstrijd en al bij al terecht uitslag, denk ik. En ja, we hebben het een beetje het eerste half uur vergeten af te maken. En dan de tweede helft was Oostende iets beter en zat de vermoeidheid een beetje in ons been. Zo twee wedstrijden op een week, weegt dat dan echt op zo'n spelersgroep? Ja, toch wel. Ja, het kruipt wel in de benen en zo. Iedereen heeft wel een beetje kleine pijntjes. En, ja, ze dachten ook wel, de tweede helft waren we iets minder fris. En ja, konden we moeilijk kansen bij een voetballen. En ging het moeilijker om diep te gaan en die inspanning te doen en zo. En, ja, ik denk als we die wedstrijd donderdag niet gespeeld hebben, dat we hier veel frisser zijn en dat we zeker een beter resultaat kunnen neerzetten. Credits voor KV Oostende, die goed georganiseerd speelden. Maar we moeten toch een beetje de hand in eigen boezem steken. Een aantal spelers toch onder een gebruikelijke niveau eigenlijk. Hè? Ja, daar ga ik me niet over uitspreken eigenlijk. Maar ja, Oostende speelt met veel mentaliteit en veel enthousiasme. Dus ook voor het thuispubliek. En ik denk dat er zeker nog veel ploegen moeilijk zal krijgen. Stevig in de organisatie, stevig in de duels ook. Inderdaad, we gaan hier nog ploegen punten laten liggen. Mogen we dan uiteindelijk nog blij zijn met één puntje? Gewoon, al bij al denk ik toch dat 1-1 terecht uitslag is. We hebben de eerste helft zeker genoeg kansen gehad om het af te maken, maar we hebben ze laten liggen natuurlijk. En al bij al terecht uitslag. We eindigen op een positieve noot. Nog geen verlieswedstrijd dit seizoen, in de competitie dan toch. En nu frisheid krijgen naar die wedstrijd van donderdag toe. Hè? Ja, dat is waar. Het positieve is dat we nog niet verloren hebben. En, we zijn nog altijd sterke start aan de competitie. En nu hebben we toch iets meer dagen om te recupereren tot donderdag. Ook al moeten we wel een vliegtuig en een lange reis maken. Het zal misschien ook wel in de benen kruipen. Maar het was toch lastiger om van donderdag tot zondag te recupereren. Wat ik mij dan afvraag, Cyprus, het is daar enorm warm. Hebben jullie daar een bijzondere voorbereiding naartoe? Goh, nee, niet speciaal. Nee. We hebben wel een aantal recuperatiemiddelen gekregen, bijvoorbeeld. Recuperatiekousen voor vliegtuigen en zo. Maar voor de rest, gewoon veel rusten.